Patricia en Rick wonen nu een jaar in Broek op Langedijk, samen met hun twee katten en hun lieve Labrador-pups. Patricia werkt bij een drogist en Rick is directielid van een online marketingbedrijf. Vanwege het werk van Rick in Amsterdam zijn ze verhuisd van Den Helder naar Broek op Langedijk. Hier hebben ze hun droomhuis aan het water gevonden. Ivo heeft zijn plannen al klaar en heeft daar ook al een passende bestrating bij uitgekozen. Rick en Patricia die hebben 2 jaar geleden dit huis gekocht en wel met een hele leuke reden. Hierachter ligt het water en nu dus ook hun bootje, want ze vinden het heerlijk om lekker met hun boot het water op te gaan. En dan vind ik het wel zonde dat je bijna niks van het water ziet. Ik ga ervoor zorgen dat je dat gevoel met het water meer krijgt, maar dat je toch lekker beschut blijft zitten. Dan is dit een tuin waar veel wind doorheen raast. Dus ik moet er ook voor zorgen dat de zijkanten goed dicht worden en dat die wind een beetje wegblijft. 2 honden, 2 katten en ook daar moet ruimte voor in de tuin komen. Het eerste wat ik zo meteen ga doen is die vlonder eruit slopen. Want dat zorgt voor een stuk meer ruimte in de tuin. Zo gezegd, zo gedaan. Als alles is gesloopt kunnen de tuinmannen beginnen met ophogen en daarna met de bestrating. Een flinke klus deze week, want er zijn nogal wat hoogteverschillen. Is die tuin eigenlijk groot, hè, als je zo eens eventjes naar deze tuin kijkt? Ja, dat krijg je als je hem gaat slopen. Die hedra's die zijn weg, hier is het weg en je kijkt in één keer helemaal open naar het water toe. En dat was wel een wens. Toch ga ik het weer afsluiten, want je hebt natuurlijk ook met je buren te maken. De vloer die er hierin ligt, die hebben we als eerste gelegd. Daar komt zometeen de overkapping. Maar ik ga wat bijzonders doen. Hier in dit gedeelte ga ik een hele grote cirkel uit die schutting zagen. Dan krijg je een opening naar het water en dan ga ik iets achtermaken met beplanting, waardoor je weer een beetje een mooie doorkijk krijgt. Ja, er moet nog een hoop gebeuren, want op dit gedeelte moet ook nog een stuk vloer gelegd worden. Meten is weten in een tuin. Ontzettend belangrijk. We hebben een tuin met hoogteverschillen, dus je moet goed bepalen hoe je aan de gang gaat. We hebben daar het eerste terras neergelegd, dat noem je dan je nullijn. Maar hier moeten we omhoog, gaan we traptreders maken. Traptreders die zijn tussen de 13 en de 21 centimeter. We hebben hier die nullijn bepaald en we krijgen traptreders van 15 centimeter. Daarmee zitten we dus goed. En die traptreders die gaan we mooi en breed maken. Want dat mag best een beetje grandeur uitstralen. Ik ga met een betonklinker aan de gang. Bruin antraciet is deze. Dat noemen ze een dik formaat, een wat bredere klinker. Die kleuren die zijn belangrijk. Want het bruine wat je hierin ziet, ga ik terug laten komen in de schuttingen. Die gaan een kleurtje krijgen. Het antraciet, dat komt terug in deze tegel. En moet je eens kijken wat een grote tegel dat is. Met het patroon wat erop zit. Ja, Patricia die gaf aan, ik wil veel sfeer in de tuin voelen. Dat doe je op veel verschillende manieren. Maar met zo'n grote tegel lukt dat ook heel goed. Ruben is bezig om deze bak hierop te bouwen. Daar komt straks natuurlijk de beplanting in. Dat doen we met deze muurelementen. Dit is een decorblok. Grijs-zwart, een beetje gemêleerd zoals ze dat mooi zeggen. Maar er zit een facet in. En dat facet wat je hier ziet, dat zie je straks in die muurelementen ook terug. Dat geeft een strakke uitstraling. En dat is precies wat bij deze tuin past. To you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Oh, dan ben ik nu zelf even aan het genieten van de tuin van Patricia en Rick. Ik zie mezelf hier ook wel zitten. Heerlijk. Ja, de wens om het water wat meer te zien, dat is denk ik gelukt. Ze kunnen zelfs kiezen of ze het open of dicht zetten. Een overkapping? En een hele gekke cirkel uit de schutting. Met daarachter natuurlijk wel een mooie pot en beplanting. Ja, de tegel die ik gebruikt heb, die moet rust uitstralen. Vandaar dat ik een grote tegel heb gekozen. Hij is 90 bij 90 centimeter. Cera Driline Lux & Dutch, de Dark Decor. Het leuke is dat er een heel licht patroon op zit, maar dat die niet te veel aanwezig is. Ik heb ook met de beplanting rekening gehouden. De beplanting is echt overzichtelijk voor ze en dat kunnen ze zelf heel goed bijhouden. Ook al heb je geen groene vingers. De honden moeten er lekker in kunnen spelen en zelfs de katten.
Ja, ik denk dat deze tuin goed gelukt is, maar ik ben zo benieuwd wat zij ervan gaan vinden.